Nog 50 meter. De start is gevallen voor de laatste van vandaag. En er is daar aan de buitenzijde een paard dat enorm vertrekt. En dat is paard nummer 6, Bingo. Bingo heeft een lengte voor. Op de tweede plaats volgt dan het nummer 4 van 1G Meadow. Achter 1G Meadow is het eerste paard aan de buitenkant, Wonderboy. En een noodbocht dreigt er voor de favoriet, Banker Transair. Kurt Transer en André Bakker die benutten derde spoor en gaan op jacht naar de voorste gelederen. Maar vooraan ligt een paard dat niet zo snel de kop misschien af zal geven. En dat is Bingo met Ruud Pols. Bingo, Banker Transer, die komt aan de buitenzijde. Maar Ruud Pols kent het paard ook en weet dat het een tempobeul is. Waar je eigenlijk maar beter gewoon de kop aan over kan geven. En dat is ook precies wat er gebeurt. Banker Transer pakt nu een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is er dan Bingo. En daarachter volgt in derde stelling inmiddels Wonderboy. Zo gaan de deelnemers dan de verre linkerbocht opzoeken. Achter Wonderboy hebben we dan nog 1G Meadow en een kluwe van paarden die daarachter dicht op elkaar zit. Maar twee deelnemers die zijn wat weggelopen van de rest. En dat zijn Banker Transair na een zware opening in 1.17.1. En op de tweede plaats daarachter Bingo, die op deze manier de mooiste koers van allemaal krijgt. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. Met aankop van het veld Banker Transair. En die pakt een groter wordende voorsprong. Anderhalve lengte nu. Op de tweede plaats volgt Bingo. En achter Bingo op een lengte of drie aan de binnenzijde Wonderboy. Achter Wonderboy is de eerste paard aan de buitenkant. Een deelnemer die geen makkelijke koers krijgt. En dat is Sensua Squatter, de dochter van Uns Action. En achter Sensua Squatter volgt dan aan de binnenzijde 1G Meadow. Achter 1G Meadow ligt Buzzard Boko er mooi in. En die wordt gevolgd door Scooby-Doo. Paard dat de laatste keer een enorme slotronde in de benen had. Aan de binnenzijde Axel Cartouche. En achter deze deelnemers aan de binnenzijde als laatste paard nummer 3, Blueberry Dragon. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Op dit moment geen spannende koers, want die twee paarden daar vooraan, die hebben nog steeds een hele gezonde voorsprong. Dat zijn Banker Transair en die wordt op een lengte gevolgd door Bingo. Maar nu komen ze wel degelijk vanuit het achterveld naar voren. Scooby-Doo meldt zich in het derde spoor en die werd nog juist vooraf gegaan door Buzzard Boko met Niels Jongejans, die met grote stappen op de derde plaats is gekomen. Deelnemers gaan op weg naar de laatste bocht, zijn inmiddels gevorderd daar tot zo ongeveer halverwege. En Banker Transair moet serieus op gaan passen voor de stormende Buzzard Boko. Bingo krijgt het wat moeilijker aan de binnenkant. En Scooby-Doo is heel mooi naar voren gebracht. En Dennis Minema bedenkt zich geen moment. Hij benut het derde spoor om zijn fenomenale eindschot in te zetten. Scooby-Doo aan de buitenzijde met 7 mijlslaars in de achtervolging op de koploper. En die koploper draagt nog altijd de naam Banker Transair. Banker Transair, Scooby-Doo net als in de laatste keer als een raket naar de finish. Maar lang niet goed genoeg om Banker Transair het ook maar enigszins benauwd te laten krijgen. Banker Transair, Scooby-Doo, Buzzard Boko. Een duidelijk verhaal deze koers.